Ja, maar we hebben geen huisdieren verder. Oké, kom, we gaan even een stukje lopen. Dat is leuk voor het shot, Cleo. Kom. Nee, kom maar. Kom. Oh, in de coronatijd namen veel mensen een huisdier. Iets gezelligers in huis en ze hadden er tijd voor. Maar naarmate het normale leven weer terugkeerde, kwamen ze er toch achter dat ze er te weinig tijd voor hadden. En helaas belanden deze dieren dan in het asiel. Maar wat vinden de Enschedeërs daar eigenlijk van? Heb je een huisdier niet voor het leven? Huisdier heb je voor het leven? Geen ja. Ja. Nou, het ligt eraan hoe lang het dier leeft. Ja, maar we hebben geen huisdieren verder. Nee. Nee, een huisdier leeft vaak minder lang, hè? Ja, tuurlijk. Ja? Ja, die moet je wel houden. Ja. Waarom? Ja, als je ergens aan begint, moet je het ook afmaken. Omdat je zelf de keuze hebt gemaakt voor het dier? Ja, sommige mensen hebben in de coronatijd een huisdier aangeschaft en die zeggen, ja nee, ik heb er nu toch geen tijd meer voor. Wat vindt u daarvan? Ja, dat vind ik belachelijk, vind ik mensen. Nee, gewoon in de opwelling wordt gekocht. Verstandig. Ja? Denk je niet aan de toekomst. Ja, tenzij je na de tijd ook nog het huisdier wilt houden, maar... Maar die heb je wel voor het leven, moet je voor het leven thuis houden? Als je hem hebt gekocht wel. Waarom? Als mensen zijn, moet je wel gewoon over nadenken, toch? Als je een huisdier inneemt, ja, ik bedoel, die heeft ook een leven. Ja. Ja. Dus zeg je, ja, dan hecht hij aan jou en dan zeg je doei. Ja. Nee, vind ik niet. En wat zegt dat over die mensen die dan nu die huisdieren weg doen? Ja, dat weet ik niet. Wat vind jij? Wat zegt dat over die mensen? Ja, die kunnen niet zo goed nadenken dan. Dus ze hebben er in ieder geval niet zo goed over nagedacht. Beetje impulsief. Ja, misschien wel, ja. Ja. Of misschien ook wel een beetje egoïstisch. Ik vind dat als je een huisdier neemt, dan zou je er wel aan moeten denken dat het beestje wel iets langer nodig heeft dan hoe lang de coronapandemie ook kan duren. Ja, dat vind ik niet kunnen, hè. Nee. Wat zegt dat over die mensen? Ja, het is gewoon zielig. Het is gewoon dierenleed. Nou, heel erg bedankt. Alsjeblieft. Dag Cleo.